Kasteel Heeswijk is een waterburg uit de 12e eeuw die later is omgebouwd tot een robuust kasteel. De Franse koning Lodewijk XIV die er overnachtte in het rampjaar 1672. Een gouverneur die het in verval geraakte kasteel koopt voor 72.500 gulden. En een barones die regelmatig prinses Juliana op de thee krijgt. Dit is in vogelvlucht de 900-jarige geschiedenis van Kasteel Heeswijk. Is zo'n Nouveau Riche limousine carros nu eigenlijk wel het juiste vervoermiddel dat past bij de uitstraling van dit chique kasteel? Het kasteel met het landgoed wordt in 1826 te koop aangeboden. Pas in 1834 meldt zich een serieuze koper. De Belg André Baron van den Boogaarde van Terbrugge, die in 1830 is benoemd tot gouverneur van de koning in Brabant. Samen met zijn gezin is hij de bewoner van kasteel Heeswijk, die ervoor heeft gezorgd dat het kasteel een nieuwe bloedperiode doormaakte. Nu zorgt de stichting Kasteel Heeswijk ervoor dat het kasteel zorgvuldig wordt gerestaureerd en voor het publiek is opengesteld. Dit is onze gids die vandaag de rondleiding in het kasteel zelf zal verzorgen. Hier staat zij nog buiten bij een stapel stenen. Dat zijn de overblijfselen van het allereerste begin van de burcht, de motten uit de 12e eeuw. Als baron André van den Boogaarde in 1855 overlijdt, is hij al 12 jaar weduwnaar. Hij laat zijn kinderen een omvangrijke erfenis na, landgoederen en een onvoorstelbare verzameling kunstschatten. Na het overlijden van baron André moet de familie de oudste zoon Amédée vanwege torenhoge schulden uitkopen en onterven. De andere twee zonen, Louis en Alberic, bouwen het kasteel verder uit om vooral de grote verzameling kunstvoorwerpen te kunnen herbergen. De broers overlijden beide kinderloos en de erfenis komt in 1895 in handen van de kleinkinderen van de onterfde Amédée, Willem en Otto. Maar volgens het bizarre testament moet alles in het kasteel blijven zoals het is, tot de jongste erfgenaam 80 jaar oud is. En tot die tijd mag er ook niet in worden gewoond. De familie vecht het testament aan en krijgt het eigendomsrecht over de roerende goederen. Tussen 1897 en 1903 wordt de collection van den Boogaarde geveild. De pronkstukken van het kasteel raken zo wereldwijd verspreid. Wat niet verkoopbaar is, blijft in het kasteel achter. En dat is nog steeds heel veel.
laatste baron, Willem van den Boogaarde, was lid van de Malteser Orde. Daar was hij heel trots op. De bijbehorende medaille droeg hij dan ook fier op zijn tenue. Het bestek ligt er adellijk bij, namelijk omgedraaid, zodat het familiewapen zichtbaar is. En dit is dan het bed waarin Lodewijk XIV in 1672 heeft geslapen. Koning, keizer, admiraal, poepen doen ze allemaal. En daarvoor gebruikten ze in kasteel Heeswijk de plonsplee. De projectielen doken recht de gracht in. Het kindermeisje bereikte via deze steile trap haar zolderkastkamertje, voorzien van een enorme opstap. Erfgenaam Jonker Otto sterft al in 1947. Zijn broer Willem bewoont vanaf 1949 met zijn vrouw Albertine van Hekeren van Kel de voorburcht van het kasteel. Barones Albertine was vanaf 1923 hofdame van koningin Wilhelmina en daarna gouvernante van Juliana. Later kwam Juliana regelmatig hier op de thee. Na het overlijden van baron Willem in 1974 roept zijn weduwe barones Albertine de stichting Kasteel Heeswijk in het leven om het historisch erfgoed veilig te stellen. Thank you.
In 1944 lag kasteel Heeswijk precies in de opmarsroute van de operatie Market Garden, de geallieerde opmars naar de Rijnbrug bij Arnhem. Twee parachutisten tuimelden bij die gelegenheid in de slotgracht.